Helemaal. Ik ga jullie laten zien wat alternatieven kunnen zijn voor een haaknaald. Ik heb deze twee haaknaalden zelf. Maar als je bijvoorbeeld gewoon geen loombord hebt of zo, dan, ja kijk, bijvoorbeeld geen loombord hebt, dan kan je heel goed loomen met een vork. Maar als je gaat loomen met een vork en dan dat soort haaknaalden hebt, dat werkt gewoon niet, omdat je niet van die openingetjes hebt in een vork waar die haaknaald in moet doen. Dus, ik ga jullie vandaag alternatief laten zien van een haaknaald. Als je bijvoorbeeld met een vork loomt, of met je vingers, dat kan ook. Maar als je gaat loomen zonder loombord. En misschien kunnen deze tips je helpen in de video van dinsdag. Nou ja, bij elk zakje elastiekjes krijg je dus zo'n plastic haaknaaldje opgestuurd. Hier heb ik ook gewoon een hele tijd mee gewerkt en op zich werkt het prima. Maar ja, het is gewoon niet heel fijn. Kijk, hier zie je er eentje zitten in een zakje. En die zit in elk zakje. Maakt niet uit welke je hebt, zit ze overal in. En als je er dan gewoon zo'n haaknaaldgreep, daar heb ik ook al een video over gemaakt, omheen maakt, dan zijn ze dan best wel stevig. Maar ze zijn gewoon niet handig als je met een vork gaat loomen. Daarom kan ik je onder andere deze heel erg aanraden. Een cocktailprikker, een tandenstoker en een satéprikker. Deze hebben een heel erg scherp puntje, waardoor je heel makkelijk onder het elastiekje komt als je dus met die vork gaat loomen. En hier laat ik ook even een voorbeeldje zien. Want ik doe een elastiekje. Die doe ik zeg maar met een draai om elk pinnetje heen. Dus ja, het ziet er, klinkt een beetje raar, maar je ziet het zo wel. En dan, ja, weet je, je krijgt de elastiekjes toch gewoon heel slecht te pakken als je dat met zo'n haaknaaldje doet. Dus dan kan je het beter met onder andere bijvoorbeeld deze doen. Ik ga jullie zo nog meer tips laten zien. Hier doe ik hem er goed omheen. Dan doe ik er nog een elastiekje omheen in een achtje. En dan moeten we hier zeg maar elk blauwe elastiekje om het pinnen, over het pinnetje halen. Ja, nou, en hier laat ik zien hoe slecht je hem te pakken krijgt met zo'n haaknaald. Nou ja, hier krijg je hem uiteindelijk wel te pakken, maar als hij straks misschien wat strakker gaat staan, krijg je hem echt niet te pakken. En hier heb ik een tandstoker, of een steekprikker, maakt niet uit. En dan kom je er zo onder. En dan kan je hem er zo overheen trekken. Hier laat ik het nog zien met een cocktailprikker. Zo, dan is mijn volgende tip een pincet. Dit is een normaal pincet, wat waarschijnlijk de meeste mensen thuis hebben. Maar ik zag ook nog dit scherpe pincet bij de Primark. En deze is misschien nog wel beter, maar die roze werkt ook prima. En ik ga jullie ook even laten zien hoe ik met deze werk. Ik laat weer hetzelfde voorbeeldje zien, dus de elastiek is hetzelfde opgesteld. En met het roze pincetje in mijn geval, kan je ze pakken. Maar ik heb dan heel snel dat ik ze kwijtraak, zeg maar dat ze van het pincet afschieten. Want dat zie je ook hier. Kijk, dan schieten ze vanaf. Maar wat ik dan altijd doe, is ik pak het puntje. En daarmee ga ik eronder. En dan zet ik hem iets verder op het pincet. En dan kan je hem er zo heel goed overheen trekken. Maar ik vind zelf eigenlijk die met het scherpe puntje nog iets fijner. Want dan werkt het eigenlijk hetzelfde als de satéprikker. Je gaat er zo onder met het puntje. En dan trek je hem er zo overheen. En hier schoot hij er vlak voordat ik hem er overheen deed, schoot hij weer naar voren. Kijk, ziet er een beetje raar uit. Maar ik doe hem hier gewoon dus nog een keer. En ja, dit zijn dus ook ideeën. Dus dit waren de pincetjes. Je kan het ook nog proberen met een scherp geslepen potloodje. Maar eigenlijk werkt dat eigenlijk ja, heel slecht. Dus ik kan je dat niet echt aanraden. Maar je zou het kunnen proberen. Deze, alle dingen die je op deze foto ziet, kan ik je enorm aanraden. Dus de houten stokjes en de pincetten. En natuurlijk normale haaknaalden. Hopelijk hebben jullie wat aan deze video gehad. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.